Het is best wel exceptioneel in die zin dat we eigenlijk sinds lange tijd weer een dier aan de fles hebben. We hebben dat vroeger in het grijs verleden wel gedaan. Uit die tijd kom ik ook nog, zo oud ben ik inmiddels. Maar dat is eigenlijk niet meer omdat daar toch wel nadelen aan zitten. En dat is vooral de link met verzorgers en niet de link met de diersoort zelf. Dus met de eigen diersoort, waardoor je eigenlijk een jong dier krijgt dat afhankelijk is van de mens. En niet van zijn eigen soortgenoot met het navenante natuurlijk gedrag daarvan. Omdat dit een waardevol dier is voor het populatiemanagementprogramma, is er besloten om de kleine giraf groot te brengen met de fles. Dit wordt in stappen afgebouwd, zodat het dier zo min mogelijk in contact is met mensen en zoveel mogelijk met soortgenoten omgaat. Andere dierentuinen hebben zo ook succesvol jongen grootgebracht. Hey schat, zijn jullie er ook klaar voor? Even mijn bakje hebben. De moedersgiraf kijkt niet op of om naar haar jong en het veulen is daardoor volledig afhankelijk van de dierverzorgers voor de melk. Het geven van de fles is in de volgende fase aangekomen, want inmiddels snapt de jonge giraf goed wat het met de fles aan moet. En dat heeft een positief effect op de kleine langnek. Lekker drinken, nee, je moet hem iets verder pakken. De giraf is inmiddels 5 weken oud. Dus dan zijn we al een aardig eentje onderweg en dan kunnen we ook wel zeggen dat het eigenlijk wel goed gaat met het geven van de fles. Het groeien gaat goed. We kunnen het fysiek zien. Sterker nog een klein onderkinnetje. We hebben op het begin wat weegmomenten gehad. We zetten haar op een weegschaal. En we konden hem optillen nog. Hè. 50 kilo is nog net tilbaar. Hè. Maar inmiddels is hij de 60 gepasseerd. Als wij gewoon naar het dier kijken en de gezondheid goed in de gaten kunnen houden en de hoogte een beetje kunnen peilen, ja, dan is het ook je gezonde verstand gebruiken. En je kunt het natuurlijk heel makkelijk controleren aan hoeveel liter die drinkt op een dag. En als hij gewoon maar 2 liter drinkt, is dat veel te weinig. Ja, dan moet er of iets aan de hand zijn, dan word ik weer geconsulteerd. Maar goed, ik heb er alle vertrouwen in dat de verzorgers en ik ook het zo strak volgen dat goed gaat. De giraf krijgt 5 maal per dag een fles en inmiddels is deze gevuld met 2 liter melk. Dierverzorgers hoeven ook niet meer bij het jong naar binnen, maar kunnen de fles aanbieden door het gaas heen. Dat is een hele vooruitgang. Daarnaast is er nog een grote stap gezet die goed is voor het welzijn van dit jonge dier. Het dier stond apart, hè? Moederdier stond erbij, maar die keek niet naar. Nou, daar had hij niks aan. Werd ook nog af en toe een beetje omvergelopen. En we zochten eigenlijk naar een paar oudere vrouwen, rustige vrouwen, die misschien dat jong wel tolereerden. En nou, je ziet die hier op de achtergrond lopen. Ze staat nu samen met 2 ervaren dames, 2 ervaren moeders. Niet haar eigen moeder, maar dus 2 giraffendames die we hier al heel lang hebben en hier ook al jongen gehad hebben. En dat doen we eigenlijk voor dat ze in die groepsstructuur komt. Dus dat ze gewoon weet, hey, ik ben een giraf en ik hoef niet alleen in een hok te zitten, maar ik mag bij de rest. Nou, we hebben het eerst met 1 geprobeerd. Nou, die loopt erbij langs, die snuffelt wat aan, die likt hem zelfs ook nog. Ik denk, nou, dat is een goed teken. En een andere oudere vrouw, en die accepteerde hem ook. En dat gaf wel hoop dat je gewoon een goede imprinting van de soort naar het jong krijgt. Door met andere giraffen om te gaan, leert het veulen op een natuurlijke manier hoe het zich moet gedragen als een giraf. Door gedrag te kopiëren van soortgenoten ontdekt ze bijvoorbeeld wat je wel en niet kan eten en hoe je je gedraagt in een groep. Dat het jong nu samen staat met 2 andere giraffen heeft ook nog een ander voordeel. En dat is ook gelijk een hele goede stimulans voor haar om in beweging te blijven. Want wat gebeurde er? We gaven haar de fles en ze ging weer liggen. Ze had een heel lekker warm hok met een warmtematje. Maar daardoor kwam er geen stimulans voor haar om te bewegen. Nou, die stimulans moet er wel zijn, want ze moet blijven bewegen. Om ook die flora en fauna zeg maar, een beetje op gang te houden. Dat ze ook goed aan het plassen komt, goed aan het mesten komt. Dat ze eens een keer schoongelikt wordt door een ander dier. De gedragingen leert, wat moet ik nu doen als een giraf. En dus ook heel weinig in contact komt met ons. Ze krijgen er geen melk van, hè? Ze zogen niet, want ze zijn niet dragend. Dus. Maar goed, het is wel zo dat het dier altijd daar staat tussen die beesten, zoekt ze ook op en doet ook soms zijn eigen weg. Gaat hij weer een beetje spelen, zeker buiten. Nou, dat mag wel gezegd worden, dat is echt een succesverhaal. Als ze genoeg heeft van de fles, mag het jonge dier samen met haar soortgenoten even naar buiten. Dat is niet alleen goed voor het jong, maar zo kunnen ook de 2 volwassen giraffen even buiten de benen strekken. Daarmee creëren de grote dieren een veilige omgeving voor de jonge giraf om de grote buitenwereld te gaan ontdekken. Ja, in het begin is het natuurlijk zo dat als een jong net geboren is, dan is hij volledig afhankelijk van zijn moeder. Eigenlijk hetzelfde als baby's.
En nu gaat hij zijn wereld ontdekken en dat willen we zo snel mogelijk doen. Nou, we hebben de mazzel dat het een beetje voorjaar begint te worden, de zonnetje komt, sowieso altijd goed. Zon is niet alleen belangrijk voor het licht, maar het heeft ook nog met de vitamine D-voorziening te maken. Komen ook natuurlijk origineel uit Afrika, dus ze krijgen sowieso veel zon op de bas. Dus iedere zonneschijn wordt benut om het dier niet alleen in mooi helder weer te laten opgroeien, maar ook om dingen te ontdekken. Ze mag er ook wel langzamerhand een beetje aan wennen. In de stal is het weer heerlijk warm dadelijk. Nou, uurtje buiten, even de benen strekken, even ontdekken wat hier zoal te doen is. En dan gaat ze straks hup, weer naar binnen. En dat doen we nu dagelijks. En nou, naarmate het mooier weer wordt, mag ze steeds wat langer ook lekker hier de ren in. En dan zie je gewoon dat hij alles interessant vindt. Hè? Een vogeltje wat langskomt, een blaadje wat opvliegt, een andere diersoort die er soms langs loopt. We hebben nog niet hier op de vlakte lopen, omdat hij eigenlijk in de hele groep mee moet. En ze zijn nu nog met z'n tweeën, dus we willen het toch nog een beetje klein voor het dier houden. Maar hij kan alles en er komen mensen langs en de leverancier met de vrachtwagen komen langs. Ik vind alles prima. En in die wereld gaat hij ook dingen steeds meer normaal vinden. Dus eigenlijk is het vergelijkbaar met kleine kinderen. Je moet je ook niet opsluiten in hun jonge jeugd. Ik ben er echt wel druk mee. Het is net een baby. Ik heb zelf ook 3 kinderen, maar nee, maar het is gekkigheid. We werken met het team keihard om haar groot te krijgen. Maar het is wel intensief. Maar dus dan ben je wel vrolijk als het daadwerkelijk lukt, zeg maar. En je ziet haar zo buiten en het gaat de goede kant op. En dan hopen we straks dat ze ook 1,05 meter is. En gewoon lekker van ons wegloopt, haar ding doet en een hele normale giraf gaat worden. De jonge giraf zal steeds vaker buiten komen. Bij mooi weer kan het publiek het giraffenveulen in de ren vanaf het safari-terras bekijken. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Wij blijven de kleine giraf volgen tijdens de eerste maanden van haar leven. Like deze video en abonneer je op ons kanaal om niets te missen.